één dingetje, maar daar ben jij misschien helemaal niet gewend, maar het is namelijk zo. De kermis, dat is eigenlijk net hetzelfde als de Beaujolais primeur hier in Tilburg. Oké. Okay. Dat is elk jaar beter. Elk jaar ook drukker. Ja. Wat denk jij dit jaar? Meer bezoekers? Ja, het is wel. We hebben tropische temperaturen gehad, 3 dagen natuurlijk boven de 40 graden of rond de 40 graden. Dat vonden de kermisexploitanten niet het beste, want dan is het toch overdag veel te rustig. 's Avonds komt er wel weer een beetje op gang, maar dat compenseert niet alles. Zeker niet. Nee. Nou, heel toevallig, want kermisexploitanten zijn net boeren. Het klaagt altijd, de warmte, druk, slappen, weet ik veel. En dan sprak ik er gisteren een die zei van, ja, het is het risico van het vak. Dat heb ik nog nooit gehoord. Ja, maar dat is ook zo natuurlijk. Ik bedoel, we kunnen alles beïnvloeden, maar het weer niet. We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Dus ja, het is zoals het is. Wat het is. Ik wens jou heel veel succes in jouw kermiswethouder. En ik hoop echt een beetje vol zo houden. En nou heb je dus ook de kermis gezien. En nog één vraag. Ja. Waar zou jij nou willen veranderen of jouw stempel drukken op de Tilburgse kermis? Oei, dat is een... Het is al zo goed, vind ik. Hè? Laat ik eerst zeggen, het is al zo goed. En dat hebben alle mensen die daarvoor een steentje bijgedragen hebben, die hebben dat allemaal zo gemaakt. Wat ik zelf heel erg belangrijk vind, is toch dat inclusieve. Hè? Dus het is echt een kermis, een kermis voor iedereen. Hè? Precies. Dus, en ik vind daarbij een blauwe zondag, een roze maandag, kinderspeurtocht, bad-eendenrace, de kermisrun. Dus voor iedereen wat wil. Yes. Er zijn ook een aantal nu die side-events komen, Desperado, Holy Pink, het Tiroler Dorp. Mm-hmm. En het is mooi toch iets kunt creëren wat past bij die inclusieve stad die Tilburg wil zijn. En daar zijn er hele grote stappen gezet, maar als we daarop kunnen voortborduren en daar nog sterke stappen bij kunnen zetten, als ik daar een stempeltje aan mag bijdragen, dat zou ik echt gaaf vinden. Ja. Dan moeten wij na de kermis even, als ik gestopt ben met dit programma, even verder praten. Ik heb ooit Naakt Donderdag geïntroduceerd. Ja, dus je moet inderdaad even verder praten voordat we te enthousiast worden. Dat klopt. Okay. Dat klopt. Hey, ik dank jou heel erg. Voordat we eruit gaan, heb ik toch nog even een cadeautje voor jullie beiden. Voor mij ook? Ja, voor jou ook, Ferry. Dit is niet kermisbier. Het vrolijke rat. Het vrolijke rat. Zo. En daar zit zelfs een beetje de smaak in van de suikerspin. Oh. Dus die wil ik voor 18 jaar bijdragen aan kermis en het zo mooi maken. Van harte gefeliciteerd. Oei. Alsjeblieft. Nou, je ziet het, zwieren en zwaaien. Hey. En... ja, ik weet niet hoe jouw toekomst eruit ziet. Dat weet je misschien zelf ook niet. Maar in ieder geval ook een cadeautje. En dat is heerlijk Tilburgs bier. Dus zet hem eerst cool, want hij is niet helemaal cool. En als je hem dan op een rustig moment drinkt, dan denk dan een keer rustig aan al die tijd die je gaat bijgedragen aan de Tilburgs kermis. Dankjewel. Dankjewel. Wij gaan ervan van genieten.